December, de kerstdagen, maar natuurlijk ook oud en nieuw. En wat willen we met oud en nieuw? Mooi vuurwerk. We zijn hier bij Kwekerij Sauwman. Ja, zou je denken bloemen, maar die verkoopt ook heel veel vuurwerk. En ik ben wel eens nieuwsgierig van, wat zijn nou de trends? Wat wordt er veel verkocht? En nog veel meer. Dus we gaan een kijkje binnen nemen. Op zoek naar meneer Sauwman. Meneer Sauwman. Ja. Hallo. Goedendag. Hallo. Jan. Nia, ja, we wilden even kijken, want wat is er nou allemaal te koop op het gebied van vuurwerk? We staan hier ondertussen in een showroom, maar ik zie geen dikke muren. Nee, dat klopt. In ons showroom is dat ook niet nodig. We hebben hier alleen maar dummies staan en dat is alleen het omhulsel. Dus dat zijn de buisjes zonder kruid. Om dat goed te laten zien, worden die vaak doorzichtig gemaakt. Ja, ja. En staat er een stickertje op van dummy, zodat iedereen kan zien van joh, het vuurwerk wat hier staat, dat kan geen kwaad. Nee, hij niks aan. Het is alleen puur om te laten zien. Om onze vuurwerkcollectie goed aan de man te brengen, geven we ook altijd een vuurwerkshow. Die is aanstaande zaterdag om 7:30. Laten we ongeveer 35 tot 40 artikelen zien van ons assortiment. En die kunnen mensen live komen bekijken. Het is gratis. Trek wel warme kleren aan, want het is buiten. Ja. En de chocolademelk die krijg je van Diana, die is ook gratis. Over knallen gesproken, je moet hier zijn, hè? Dat klopt. We hebben een afdeling karbiet. Gat die in de deksel. Klontje karbiet erin, heel klein beetje water erbij. Met op de grond neerlegging, met aansteker aansteken voor een erge harde knal. Erge harde knal. Het leuke is, karbiet valt niet onder het vuurwerkbesluit. Dus het mag het hele jaar door verkocht worden. Maar je mag het ook voor 6:00 s'avonds aansteken. Op de daarvoor aangewezen plaatsen. En dan kun je op de website van Oldebroek wat vinden. En anders doe je even een belletje naar ons, dan zoeken we het voor je op. Is dat veilig? Het is veilig zolang je het goed gebruikt. Dat is gewoon. Ja, schiet niet op elkaar. Zet het niet op de kop. Neem ruime afstand. Schiet niet naar richting mensen en dieren. Nee. En dan is dat veilig te doen. Ja. Het ligt eigenlijk puur aan jezelf, hè, de regels. Een heel groot deel. Ja. We staan nu bij een vuurwerkkast en doet me een beetje aan de Michigolven denken, zei ik. Maar jullie hebben een heel systeem. Ja, we hebben een mooi systeem bedacht om makkelijk en snel vuurwerk te verkopen. Zodat mensen geen wachttijden ervaren. Het werkt als volgt. Mensen kunnen hier een vuurwerk uitzoeken. Ja. We hebben daar een snelbestellijst voor gemaakt. Al onze artikelen zijn genummerd met een eigen artikelnummer. Dat wordt ingevuld. Ik zal het even voordoen. 822. Ik heb alleen aan het artikelnummer en het aantal genoeg. Nou, daar heb ik er graag één van. Mensen kunnen rustig rondkijken. En tijdens de drie losse verkoopdagen dan lopen hier extra verkopers voor de nodige vragen. Ik zal er nog even eentje bij zetten. 841, ook een hele mooie grote cakebox. Mensen die kunnen nu eens aan de kassa gaan betalen. Ja. Op het moment dat ze betaald hebben, dan wordt er in onze buffer bewaarplaats een bon gemaakt. Op het moment dat ze betaald is, dan wordt de bestelling al klaargepakt. En dan kunnen mensen naar de vuurwerkschuur het vuurwerk afhalen. Ja, dus ik ga zo met het lijstje door de winkel heen. En dan stel ik een lijstje samen, afrekenen. Ophalen. Kind kan de was doen. Ja, maar. Hallo. Heb ik hier uw bestelling? Ja. Die haalt hier achter de deur vandaan. Die komt achter de deur van onze bewaarplaats. We kunnen nog even controleren als ze wil. De gratis vuurwerkbril. De vuurwerkbril, ja. De cakes die u besteld hebt. En aansteeklontjes om ze veilig aan te steken. Heel veilig, hè? Die zijn echt, dat moet, hè? Niet met die moet je gebruiken. Geen aansteker. Echt een lontje. Ja. Maar dat wordt straks even uitgelegd, hè? Want ik wil hier niet blijven staan. Ik wil zo wel even naar achteren. We gaan zo even naar achteren en dan zal ik u laten zien hoe het werkt. Graag, ja. Nou, ja. Ik zal het je laten zien. Ja, graag. Komt u maar. Komt u maar. Ja, cameraman mee. Want... Oh, het was dus niet direct die deur. Nee, er zit nog een kleine ruimte voor. Deze ruimte, die noemen we onze voorruimte. En die heb je nodig, want je mag vanuit de... afgifteplaats, de deuren van de bewaarplaatsen niet kunnen zien. Daarom hebben we deze muur gebouwd en zit er weer een deur voor. Ja, ja. Nou. Hier hebben we onze bufferbewaarplaats. Bufferbewaarplaats, ja. Zo. Ik denk dat heel wat mensen jaloers op mij zijn.
Denk je niet? Want hier mag... Nee, nou, af en toe neem je als ik iemand mee om even te laten kijken. Maar tijdens die drie verkoopdagen, dan zijn we alleen hier. Deze bewaarplaats, dan mag 2000 kilo vuurwerk opgeslagen worden. En zoals je ziet is hier het vuurwerk allemaal uitgepakt. Ja. We hebben hier netjes op volgorde staan van de folder en van onze bestellijsten. We beginnen daar helemaal in de hoek met nummer 100. En zo gaan we steeds hoger. En dan kunnen de mensen die de bestellingen aanpakken snel en makkelijk het vuurwerk bij elkaar verzoeken. Net waren we dus in de winkel en dan komen ze hier het vuurwerk. Maar daar gaat heel wat aan vooraf, denk ik, om dat vuurwerk hier te krijgen. Jullie hebben een bepaald systeem. Ik denk dat door de jaren heen ook elke keer de regels veranderen. Dit jaar zal er wat minder knalvuurwerk verkocht worden, is de verwachting. Omdat de regels voor het aansteken wat veranderd zijn. We mogen nu pas op 6 uur oudjaarsavond aan vuurwerk afsteken tot 2 uur de volgende morgen op nieuwjaarsdag. En daarom zal er toch wel wat meer siervuurwerk verkocht worden. Het vuurwerk wordt tegenwoordig werd het altijd met de hand gemaakt. Het nieuwere vuurwerk dat wordt tegenwoordig machinaal gemaakt. En dat hebben ze twee redenen. Het kan dan iets goedkoper geproduceerd worden, maar het is ook veel constanter. Dus de kwaliteit van het vuurwerk dat wordt daar beter door. Ja. Heb je dus twee verschillende soorten in je hand. De ene zei je net, die is handgemaakt, de andere is machinaal. Waar kan ik dat als leek aan zien? Nou, dan kan je het volgende zien. Een machinale cake die is tot nu toe altijd nog vierkant. Ja. Die wordt uit één blok massief karton gemaakt. Dan worden allemaal gaatjes zo geboord. Dan worden de gaatjes door de zijkant geboord waar het lont in komt. Omdat ze machinaal gemaakt zijn, zijn ze ook allemaal hetzelfde. Is de kwaliteit ook veel beter. Kan er geen foutjes gemaakt worden. En zo'n cake zal kwalitatief beter gaan worden dan de gewone cakes. Cakes. Bij deze kan je het goed zien dat die handgemaakt is, omdat die nog rond is. Ja. Al die buisjes die worden met de hand gemaakt, handgevuld. Alle lontjes die worden met de hand aangezet. Het is ook wel gevaarlijk werk, of niet? Als je zo'n... Ik bedoel, wij staan hier ook. Ik ga ervan uit dat het veilig is, maar daar zijn natuurlijk ook allerlei regels voor. Ja, dat klopt. Hier staan we veilig. Vuurwerk is sowieso niet gevaarlijk. Het kan wel gevaarlijk gebruikt worden. We hebben hier een sprinklerinstallatie boven. Mocht er hier een brandje komen, dan wordt de sprinkler aangesproken. Deze, die gaat open. Dan gaan alle sprinklerkopjes hier in de bufferbewaarplaats aan. Dus dan is ook alles in één keer nat. Willen we zien. Nou, dat doen we liever maar niet. Het werkt wel goed. Er zijn in Nederland inmiddels, ik geloof, 3 of 4 bedrijven met een vuurwerkopslag afgebrand. Ja. Het deel wat nog rechtop stond van die pan was eigenlijk alleen de vuurwerkopslag. En die waren niet aangetast. Dit is onze vuurwerkgrip. Met die grip kun je een mortier bijvoorbeeld, die is vaak wat minder stabiel, omdat die hoog is en... Ja, daarom staat hij minder stabiel. Ja. We hebben daar een vuurwerkgrip voor gemaakt binnen de vuurwerkbranche. Die doe je zo open. Plaats je om het vuurwerk. Zet je hem goed neer. En op deze manier kun je hem veilig aansteken zonder dat hij om zal vallen. En die vuurwerkgrip, die zijn hier ook gewoon te koop? Die zijn te koop, ja. Die zijn te koop. Morgen of 's middags hadden we de lontbeschermingen er al afgehaald. Dus we kunnen hem nu met aansteeklont weer veilig aansteken. Dus het afsteken wordt eigenlijk wel steeds veiliger. Maar dan moet je dus wel wat extra's voor uitgeven, maar dan heb je ook wat. Dat klopt. Ja. En dat is net wat je zegt, je moet er wat meer voor doen. Je moet er even goed over nadenken. Om het vuurwerk aan te steken moet je ook goed in de gaten hebben. Goed bekijken wat voor vuurwerk je hebt. Dit is een waaiervorm. Je hebt ook gewone cakes. Deze die zitten de buisjes allemaal recht omhoog. Ja. Dus die zal ook recht omhoog schieten. Oh, ja. En deze die heeft een wat ander effect. Die heeft een waaiereffect, dus die buisjes die staan onder een hoek. Wat dan heel belangrijk is, is dat als je hem in de straat neerzet, waar je hem aansteekt, dat je ook de schuine kant als de zichtkant gebruikt. Ja, anders gaat het mis. Anders gaat het, nou het gaat niet mis, maar dan komt hij zo te staan. Ja. En dan schiet het vuurwerk over de huizen links van de straat en rechts van de straat. En je ziet je effect niet. Hij is gemaakt om zo aan te steken, dus kijk er dan ook zo dus naar. Dus goed lezen wat erop staat. Goed, ik ben zo'n type die ziet het lontje en die steekt lontje aan en denkt, nou ik zie wat er komt, maar dat is niet goed. Nee, goed eerst goed bekijken wat dat is en hoe je het aan moet steken. Ja. En welke zijde de zichtzijde is. Hoe steken we de vuurpijl op een veilige manier af? Ja. Kijk, hier komt ook weer voor bij kijken een klein stukje voorbereiding. We nemen onze parasolvoet.
Ja. Met een stukje PVC-buis. Die plaats je in de parasolvoer. Ik heb hier twee buisjes aan gedaan. Één voor grote pijl en één voor kleine. Tie-ripje erom, zodat hij goed vast blijft zitten. Ja. En hem voor het oog netjes maken. Nu staat hij mooi stevig. Dit is een dummy vuurpijl, daarom zit er zo'n oranje ding aan. Normaal zit hier gewoon de lont in. Je steekt de lont aan met je aansteeklont, nooit met een aansteker. En de pijl die kan heel makkelijk en veilig recht omhoog. Ja, waarom niet met een aansteker? Als je met een aansteker steekt, dan krijg je meestal zo'n grote vlam ongeveer. Ja. Het lontje is 4 tot 6 centimeter lang. Steek je hem aan met een aansteker met een vlammetje van 2 centimeter, dan ben je al 2 centimeter van je lont kwijt. Ja. Dus zal die veel sneller afgaan. Als je hem echt aan het puntje aansteekt, gewoon met het aansteeklont, dan heb je meer tijd om weg te lopen. Ja, dan kun je weglopen, anders moet je rennen. Anders moet je rennen, ja. En de kleine vuurpijlen? Nou, ik vroeg naar jou van die kleine vuurpijlen, of vuurpijlen van, hè, de mensen kijken altijd zo in de lucht, maar ik vind dat een beetje eng van, je hoort wel eens, hè, dat ze dan weer terugkomen in de ogen. Klopt. Ja. En daar hebben we wat moois op bedacht. Dat is een vuurwerkbril. Ik zal even kijken als die op past. Denk aan de oogjes. Kijk eens. Hartstikke mooi. Wauw, ja, nou zie ik goed. Ja. Maar dit raad je eigenlijk iedereen... Iedereen die vuurwerk aansteekt. Gewoon een slief touw of zo. Juist. En iedereen die meekijkt, die zou eigenlijk ook een vuurwerkbril moeten dragen. Mensen? We werken er een beetje aan mee. Als je tot de 28e bestelt, dan zitten we bij elke bestelling in ieder geval 1 gratis vuurwerkbril bij. Ja, en het is een hippe. En het is een mooie hippe, klopt. Ja. En een vuurpijl die kan ook, stel dat die niet goed gemaakt is of de stok is afgebroken, steek nooit een vuurpijl aan met een kapotte stok. Want de stok die geeft de richting, die zorgt dat hij in balans blijft. Ja. Als de stok half is, dan zal die op een gegeven moment halverwege het gaan draaien en dan komt hij naar beneden. Ja. Om het vuurwerk afsteken nog een beetje veiliger te maken, hebben de vuurwerkbranche zichzelf ook achter de oren gekrapt. Van joh, is alles wat we verkopen maar zo veilig? Die babyvuurpijlen die worden heel veel verkocht, maar die worden vaak op een manier aangestoken zoals het niet de bedoeling is. In de hand? Ja, vanuit de hand. Ja. Ik ben er niet voor, maar nee. Ik heb net laten zien hoe het wel moet. Ja. Nu hebben we als vuurwerkbranche gezegd, jongens, dat vinden ze te gevaarlijk. Dit jaar verkopen we ze uit. Zijn ze op, dan is het op. En wat vind jij zo mooi aan het verkopen van vuurwerk? De spanning. Wat voor spanning? Ja, ga je genoeg verkopen? Gaat allemaal goed lopen? Want het is in 3 dagen tijd, dan krijg je verschrikkelijk veel mensen over de vloer. Ja. En dan moet het wel van een leien dakje gaan met alle bonnetjes en kassa's en dat soort dingen. Is er ook een beetje qua sfeer heel anders dan de normale dagen? Ja, de mensen die zijn allemaal vrij, zijn uitgelaten, kinders die zijn blij, want het is zover. Ja. En er echt naartoe geleefd, dat merk je goed. Het hele jaar gespaard om in één avond. Klopt, sommige mensen wel, ja. Die komen met een zak voor kleingeld en die leggen alle 1 of 2 euro's opzij. En dan komen ze met het oude nieuw vuurwerk van. Ja, de sterretjes. Vroeger mochten we een sterretje, maar dan hoorden we ook wel eens dat hij om de hand kon zitten. Dus het enige vuurwerk waar ik aan durfde te raken, werd ook nog heen. Is dat... Nog zo? Nou, vaak wordt er nog wel eens gedacht van sterretjes is koud vuur. Koud vuur bestaat niet. Het is net zo heet als gewoon vuur. Het is ook gevaarlijk om ze aan te steken. Ik zou ze niet in de hand houden. Zet ze gewoon buiten in de tuin in een emmer met zand. Als je geen tuin hebt, want veel tuintjes zijn dichtgestraat tegenwoordig. Dat is ook een beetje jammer, want we verkopen nog bloemen en planten natuurlijk. Ja, inderdaad, ja. Zet ze gewoon in de tuin, in het zand. Steek ze dan aan en ga gewoon op 2 meter of 3 meter afstand van je sterretje genieten. En niet in de hand houden en zeker niet in huis gebruiken. Nee. Ik kan je hier nog onze bewaarplaats laten zien. Ja. We waren net in onze bufferbewaarplaats. Dit is de bewaarplaats waar de dichte dozen in staan. Er zitten allemaal deurdrangers op, dus je moet wel even de deur van houden. Ja, in voor de cameraman, anders krijgt hij zo'n... Ja. Horen we anderen knallen. Ja, precies. Zo. Ja, het staat nu nog op pallets, want het is net gisteren binnengebracht. We hebben er al wel allemaal onze nummertjes op gedaan. Die nummers die corresponderen weer met de folder en de bestelnummers in de winkel. En hier wordt gewoon in lange stelling geplaatst. En hebben ze straks de jongens de bufferbewaarplaats bij moeten vullen. Dan weten ze nou, ik moet nummer 973 hebben. En ze kunnen een doos pakken en grens weer uitpakken en neerzetten.
De muren die hebben niet een speciale dikte nodig, maar wel een waarde branddoorslag, brandoverslag. Een WBDBO-waarde heet dat, mijn duur woord. Ja. Dat moet 60 minuten zijn. Dus als hier een brand zou komen binnen, dan moet die in deze bunker 60 minuten kunnen branden zonder dat die uitslaand wordt. Zonder dat die dus aan de buitenkant te zien is.